Hallo iedereen en welkom in deze nieuwe video, deze nieuwe podcast. Ik maak dit terwijl ik van een weekje rust geniet aan de zee. En vandaag wil ik het met jou hebben over hoe dat je eigenlijk je hoogste potentieel kan gaan manifesteren. Want zeg het nu zelf, je hoogste potentieel manifesteren, dat klinkt zo aantrekkelijk. Maar, net zoals ikzelf en vele anderen, stellen we onszelf dan de vraag van ja, oké, dat wil ik natuurlijk, dat wil ik zeker, maar hoe beginnen we eraan? En zijn we daar eigenlijk niet automatisch mee bezig? En het antwoord daarop is eigenlijk nee, jammer genoeg niet. Want om een stabiel, emotioneel vervuld leven te creëren, waarin je ook veilig en geborgen voelt, is het belangrijk om te leren dat je het meeste leert van wrijving en obstakels. En ja, ik weet het, het is zeker weten waar dat het eigenlijk leuker is om overal gewoon doorheen te fietsen alsof het een piece of cake is. Maar alleen dan gaan we niets leren, of heel weinig. En dat komt omdat je eigenlijk op dat moment niet tegen je grenzen aanloopt. Waardoor dat je ziel de kans ontloopt of eigenlijk mist om te gaan groeien, om nieuwe ervaringen aan op te doen. Want wanneer je binnen de grenzen van je comfortzone heen en weer blijft pendelen, dan ga je sowieso wellicht een leuk, rustig leven hebben. En ik zou zeggen, als je je gelukkig voelt daarbij, hou het dan zo. Dan is er eigenlijk ook geen aanleiding en geen reden om daar iets in te veranderen. Maar het feit dat je hier nu aanwezig bent, vertelt me dat er iets is in je leven wat je heel graag wenst. Alleen, het is er precies nog nooit van gekomen of je hebt dan van alles geprobeerd en het komt maar niet op je pad of het komt maar niet in je leven. Wel, heb je al moeite gedaan om te kijken welke stappen je zou moeten zetten? Of loop je daar eigenlijk al tegen je eerste grenzen aan? Meestal, of misschien, heb je al je droom of je verlangen aan iemand anders verteld en ben je eigenlijk wat geschrokken van de reactie van die persoon. Ik snap het. Ik heb dat ook al meermaals meegemaakt. Alleen is het belangrijk dat je beseft dat die andere persoon niet alle kennis en wijsheid in pacht heeft. Die persoon reageert ook enkel maar vanuit zijn eigen referentiekader en van de zaken die het eigenlijk tot zijn eigen bewustzijn en zijn eigen wijsheid behoort. Dus iemand met een ruimer bewustzijn gaat een heel ander antwoord geven en op een heel andere manier jou benaderen dan iemand met een beperkter bewustzijn. Dus dat betekent dat zijn of haar antwoorden en oplossingen niet die van jou hoeven te zijn. We leven in een oneindig universum en dat betekent dat er dus oneindig veel mogelijkheden en oplossingen beschikbaar zijn. Het is niet voor niets dat ze zeggen, alles wat je kan bedenken, kan je ook gaan manifesteren. Echter, het vraagt jou om door die muur van angst te gaan, door die muur van beperkende overtuigingen te stappen. Het vraagt van jou ook om jouw wonden te helen en jouw schaduwen in te gaan. En ik weet het. Dat is niet hetgeen wat je verwacht had en wellicht ook niet hetgeen waar je het meeste zin in hebt. Maar dat is nu eenmaal hoe dat het universum werkt. Nu, iets wat ik merk bij eigenlijk zo goed als misschien dat niet al mijn klanten, maar toch wel heel veel van mijn klanten, de meeste van mijn klanten, is dat ze het lastig vinden. En moeilijk vinden om een diepe, liefdevolle zielsconnectie aan te trekken vanuit hun zielsessentie. Dus eigenlijk een zielsconnectie, een liefdesrelatie gaan manifesteren vanuit wie dat ze werkelijk zijn. Want draai het en keer het en zeg het goed dat je wilt, we willen allemaal geliefd worden en we willen allemaal van gehouden worden. Daar ben ik me heel hard van bewust en jij wellicht ook. Dus laat mij je helpen als je wil weten wat dat je nog weghoudt van je succes. Hoe en wat succes voor jou dan ook mag betekenen. Dat kan zijn dat je misschien een nieuwe job wenst, of dat je een eigen bedrijf wenst op te starten, of je bedrijf wenst uit te breiden, of een andere woonomgeving, of een reis dat je wilt gaan doen, of de liefde van je leven ontmoeten. Transformeren is lastig als je alles alleen wilt doen. En het kan hoor, het kan zeker. Alleen als je kan aanhaken aan de energie van de oplossing, zou je veel sneller doorheen die moeilijke fases gaan. Bovendien, je laat de beest staan door iemand die het pad al gelopen heeft, zorg ervoor dat er altijd iemand je backup heeft. Je hoeft je op dat moment geen zorgen te maken dat je diep kan vallen, maar je weet dat er iemand is om je op te vangen. En weten dat je volledig open mag zijn zonder dat er geoordeeld wordt, geeft jou natuurlijk nog de kans om echt het diepe van jezelf in te gaan.
dan kan je eigenlijk ook de angsten die je daar rond nog hebt of voelt ook loslaten. Denk er eens over na. Voel eens nu voor jou wat het betekent om je verlangen echt vorm te geven. Om hetgeen wat je het diepste in je ziel voelt, dat echt dat voor jou weggelegd is. Dat je ziel blijft naar roepen. Hoe voelt het om dat nu eigenlijk te ontvangen in de realiteit? Hoe is het voor jou om die nieuwe job te hebben? En wat gaat er door je lichaam heen bij het idee dat je de liefde van je leven in je armen houdt? Wel, dat gevoel, die emotie die je nu voelt, die je nu ervaart of die in je opkomt, dat is de reden waarom je ziel blijft verlangen naar het realiseren van die droom. Want het maakt deel uit van je zielspad. Nu, doorheen ons leven ervaren we vaak stress. En wanneer je stress voelt, dan is het eigenlijk niet meer of niet minder dan een teken dat je ofwel te veel in het verleden leeft, of je te veel zorgen maakt over de toekomst. Want het enige die er altijd is, is het nu. Dus kort gezegd, zolang je nu niet achterna gezeten wordt door een brullende leeuw, dan heb je eigenlijk weinig reden om jezelf zo te stressen. Wat dat mij de afgelopen jaren heel hard heeft geholpen, is altijd de vraag stellen van oké, ik voel stress rond een bepaald probleem, rond een bepaald obstakel. Dat kan zijn rond geld, dat kan zijn rond een conflict in de relatie, dat kan zijn rond een pijn uit jezelf. En dan stelde ik mezelf altijd de vraag van oké, ik ga het een voorbeeld geven aan de hand van geld, omdat dat een heel duidelijk voorbeeld is. Dan je moet gaan kijken zo, en jezelf de vraag stellen, heb ik nu op dit moment geld nodig om iets te betalen? Ja, dan nee. Heb je op dit moment geen geld nodig om iets te betalen, dan is er eigenlijk op dit moment ook geen probleem. Wat dat ervoor zorgt dat er eigenlijk die stress uit jouw systeem kan gehaald worden, en waardoor je eigenlijk meer ruimte kan creëren om weer te gaan manifesteren, om hogere zaken gaan aan te trekken. Want stress zorgt ervoor dat je energiefrequentie heel laag wordt, waardoor je natuurlijk nog meer problemen en nog meer obstakels, meer vertragingen gaat gaan aantrekken. Terwijl dat we net daaruit willen gaan stappen en ons hoogste potentieel willen gaan manifesteren. Stress komt voort uit je gedachten. Waarom? Omdat je eigenlijk op dat moment te weinig vertrouwt. Te weinig vertrouwt in jezelf, te weinig vertrouwt in het universum, te weinig vertrouwt in de mogelijkheden die er zijn, te weinig vertrouwt in hoe snel dat iets kan gaan. Net doordat je eigenlijk alles wat gaan controleren, gaan plannen, gaan sturen. Wat dat verbonden is, zoals ik zei, met alle wonden, alle trauma's in jezelf, waardoor je eigenlijk geleerd hebt door heel je leven om je mannelijke energie in te zetten ter bescherming van je essentie, ter bescherming van jezelf. Alleen die mannelijke energie die je gebruikt, is vervormd en komt dus niet vanuit een zuivere plek. Dus wordt eigenlijk op een niet zuivere manier of gezonde manier gebruikt. Door te observeren wat je wonden zijn en die healen, ga je eigenlijk een diep transformatieproces op gang zetten. Waarbij dat je laag voor laag, stap voor stap, jezelf beter gaat leren kennen. Maar meer nog, je gaat ook ontdekken hoe dat universum werkt, waardoor dat je eigenlijk meer en meer gaat gaan vertrouwen en minder stress gaat ervaren. Want je weet dat alles zal gebeuren voor ieders hoogste goed. En jouw hoogste goed in de eerste plaats. Je gaat gaan voelen wanneer dat je actie mag ondernemen vanuit afstemming met je ziel. En dat is met andere woorden, wanneer je eigenlijk via je gezonde vrouwelijke energie weet, voelt, hoort liever, dat de tijd rijp is. En dan weet je ook dat je stappen mag gaan zetten vanuit die gezonde mannelijke energie. Dus kortom ga je eigenlijk gaan leren, dus hoe meer je eigenlijk met jezelf aan de slag gaat gaan, hoe meer je leert over het universum, hoe beter en hoe meer je gaat gaan leren hoe dat die beide energieën, mannelijke en vrouwelijke energieën, in jezelf, hoe dat die elkaar aanvullen en vooral elkaar versterken. En van daaruit kun je dat ook gebruiken in relaties en connecties. Nu, terwijl je bewuster wordt en de donkere kant van jezelf gaat gaan lichten, probeer dan ook te genieten van de lessen die je leert. En weet dat wanneer je even niks voelt, niks ziet, niet weet, omarm dan de rust
dat je op dat moment krijgt. Want op dat ogenblik ben je eigenlijk al bekomen van al je harde werk. Ben je eventjes niet aan het stagneren, je bent niet aan het stilvallen. Want eigenlijk is dat het moment waarop dat jouw geïntegreerde kennis werkelijke wijsheid aan het worden is. Dus dat is een hele belangrijke fase in het verder ontwikkelen van jezelf en in het manifesteren van je hoogste goed, van je hoogste potentieel mogelijk. Dus heb je hulp nodig bij je groei? Of wil je je tweelingvlam van je soulmate-relatie aantrekken? Ik zou zeggen, reserveer dan een transformatiesessie of beter nog, contacteer me om te kijken of je klaar bent om samen met mij gedurende 3 maanden aan de slag te gaan in een diep transformerend traject. Dat traject is individueel, dat is gewoon jij en ik. En het is helemaal aangepast aan waar jij nu staat, wat jouw noden zijn en vooral aan waar je heen wenst te gaan met jouw leven. En vooral wat je wenst te manifesteren, wat wil je vormgeven. Nu, ik heb er alvast heel veel zin in. Als je zegt, ik voel een connectie, ik voel me getriggerd door de zaken wat je nu zegt, neem contact op en dan kijken we dat, of je er inderdaad effectief klaar voor bent. Wat wil ik nog meegeven daarover? Contacteer me snel als je voelt dat het iets voor jou is, als je voelt dat je vooruit wilt gaan. Omwille van het feit dat het een langdurig traject is, zijn de plaatsen nog beperkt. Dus ik kan niet genoeg tijd, of ik heb gewoon niet genoeg tijd vrij om daar 20, 25 mensen mee te laten starten. Dus dat gaat niet. En dat is dus echt ook geen verkooptruc dat ik dat nu hier vermeld. Het is gewoon ook zo, ik heb niet genoeg uren vrij. Dus als je die vibratie voelt, als je die opgewondenheid, als je het enthousiasme voelt opborrelen, neem gewoon contact op en dan zien we wel op welke manier dat jij nu op dit moment verder kan geholpen worden. Want eigenlijk is dat het enige wat dat telt. Jouw geluk, jouw vrijheid en het feit dat je zo snel mogelijk jouw hoogste leven potentieel mogelijk kan gaan leven. Zo, dat was het voor deze video. Misschien kom ik deze week nog eens terug met een andere video. Ik heb nog content klaar liggen over tweelingvlammen. Maar dat moet ik nog verder aan werken. Dus dat komt nog in de komende week. Zo, als er een vraag is, zet het op de mail. Zet het onder een video of onder een podcast. Of waar je mij ook mee via kan contacteren. En dan antwoord ik je zo snel als mogelijk. Zo, geniet van je leven en tot in de volgende. Nah.